Ik probeer me aan de regels te houden. Ja, de belangrijke regels zijn eigenlijk meer bidden op tijd en kleding, hoe je je kleedt. Dat vind ik al het moeilijkst. Je moet je zeg maar bedekken tot aan je enkels en je polsen en je gezicht of je haar, sorry. Je haar moet je bedekken, dus met een hoofddoek. En dan mag het weer niet, het mag niet te strak zijn en niet al te veel kleuren of te felle kleuren. Het mag niet aantrekkelijk zijn, laat ik het zo zeggen. En ja, dat vind ik best wel moeilijk. Ik bedoel, tegenwoordig hangen er in de winkels ook andere kleding. En heel weinig bedekt is dat dan. En het, ja, dat vind ik ook mooi. En ik ben ook maar een puber en dan denk ik bij mezelf van, mag ik dat wel kopen of mag ik dat niet kopen? Ja, ik koop het wel, maar mijn ouders zeggen er niks van. Mijn ouders laten me maar aan mijn gang gaan. Maar ja, ik sta er zelf wel bij stil en dan denk ik van nee, dat kan de prullenbak weer in. En dan gooi ik het zelf wel weg of dan geef ik daar mijn kleine nichtje of zo die het dan wel mag dragen. Of kan dragen, wil dragen. En ja, dat was dus een regel. En contact met jongens. Dat is ook best wel moeilijk voor mij. Ik bedoel, ja, die zijn er altijd wel. En een vriendje hebben of zo, zomaar verkering nemen of zo, dat is er bij ons niet. Mijn ouders zeggen me wel van, als jij een vriendje hebt, dan willen wij het weten. Dat is al wat. Nou, dat heb ik al mee. Het is ook even weinig, het komt weinig voor. Ja, je kan geen seksueel contact. Nou, dat zit ik niet mee of zo, maar ja, zolang je niet hebt gehad, weet je niet wat je mist. Dus. En ja, ik weet niet, mijn gedrag of zo, maar dat is allemaal, dat heb ik allemaal meegekregen. Dus ja, dat is vanzelfsprekend.